Dit is de AMX 13 PRI en deze staat hier Soesterberg. Zeer interessant, hè? Voertuig ook. Eind jaren 50, begin jaren 60. Dus voor die tijd natuurlijk was dat revolutionair natuurlijk. Hè? Kijk maar, er zitten schietpoorten in opzij. Maar wat ze ook kunnen doen is, ze kunnen het neerklappen in één of in twee delen. Zo heb je, zeg maar, is die open en kan je vanuit dat vuren of ontsnappen. Hier heb je de deuren, de welbekende deuren van de AMX PRI. Daar gebeurden nog wel eens ongelukken mee, omdat mensen niet in de gaten hadden dat hun vingers ertussen zaten, of voet, dat die dichtklapte. Dus dat is niet zo fijn, maar over het algemeen een beetje ondergewaardeerd voertuig. De ene zegt het was rotzooi, de andere zegt van voldeed toch wel. Ze zijn op een gegeven moment door Defensie na 14 jaar uit dienst genomen en aan Indonesië overgedragen, de merendeel. En wij zijn overgezet op IPS en M113's. Kijk, we hebben hier een open koepel met een .50 of wat erop moet lijken op dit voertuig. En dan een bandtoevoer van de munitie van de .50. De Belgen hadden eigenlijk een torentje erop en de Fransen met een .30 of een .50 in. Dat zou beter geweest zijn. En dat hadden ze ook kunnen doen op de IP408. Ook beter geweest. Daar zit de chauffeur. Daar heb je de schutter. Daar zit de commandant. Daar is de motor. Hier heb je, zeg maar, de granaatlanceerbuizen. Nou ja, hier zitten dan de infanteristen in. Als ik het goed heb, zou het zo'n 8 zijn, denk ik. 8 of 9. Kan ook iets minder wezen. Nou, ik kan nog wat meenemen. Motier, waterwagen, veldkeuken, kanon of wat anders, wat zij. Kijk, hier heb je ook weer die schietpoorten. En ook weer in twee delen. Je kan neerklappen, de luiken. Lang nog doorgebruikt door Frankrijk en Indonesië, Zuid-Amerikaanse landen met andere uitrustingen erop en extra bewapening. Nou, de groetjes vanaf Soesterberg, het Nationaal Militair Museum.